Ja, het moet toch kunnen? Oh, je gaat het echt doen? Oh, je gaat gewoon echt van de weg af en één keer het meer rot. Nou, daar gaan we weer. 8 cilinders, 6 cilinders, allemaal ingeruild voor een 4-cilinder diesel. En dan, nou, zou dit passen? Ja, dat past. Dan gaan we aan boord van de KLM-kist in de richting van Stockholm. En dan na Stockholm nog een stukje vliegen naar de sneeuw. Dit is wel chic, hè? En hier geland in de sneeuw. En dan staan daar de auto's op de landingsbaan. Dat is dan wel weer een beetje pijnlijk natuurlijk voor Volvo. De serviceauto hier op het vliegveld is een Saab. En de reclame is van Audi. Wat kleur zullen we doen? Grijs. Grijs, hè? Grijs. Want wat zien we bij een witte auto hier? Sneeuw, niks. Niks, dat willen we niet. Het is niet een beetje glad hier. Er ligt gewoon ijs. Als in. Een laag van een centimetertje. Maar daar hebben wij iets op. Kijk, deze jongens. Die zijn belangrijk. Daarheen, daarheen. Daar, daar, daar. Eigenlijk is dat hele loopvlak, al die stipjes, dat zijn spikes. Dus je hebt gewone banden, je hebt winterbanden, dan heb je ook nog hele grove winterbanden en dan heb je ook spikes. En met spikes heb je grip op dit soort narigheid. Heb jij ook spikes aan? Ja, dat lijkt het wel op. En nog gelijk door, kun je nagaan hoe glad het is. Hij is altijd goed uitgerust, hè, deze man. Keurig. Let op, kijk, dit is voorproduceren. Even wachten tot hij scherp is. Stoelverwarming aan en stuurverwarming aan. Heerlijk. We gaan eens kijken of we een paar elanden kunnen vinden hier in Jemtland. Daar zijn we. Ja. Jemtland, dat was het. Boah, een snotneus van jongen, van die kou. Net lullig, hè? Kan het mis hebben, maar volgens mij zitten we toch echt in een andere auto. Ja, okay, en dan heb je hier Audi reclame en dan heb je hier als serviceauto. God, komt ie hoor. Saab. Is het toch niet voor niks, hè? Dat is niet voor niks. Je kan hier gewoon in Zweden met nieuwe auto's over het platform rijden naar de uitgang. En dan de winterse wereld van Jämtland in. Een gigantisch meer hier, bevroren. En daar fietsen mensen overheen. En... Oh. En daar hebben we Erik's drone weer. Kijk. Daarmee hebben we dan meer over. En dan wilde ik zeggen, daar fietsen ze overheen. En daar wandelen moeders met kinderwagens verderop. Ja, dat zie je hier vandaan niet met deze camera. Daar wordt geschaatst. En wat er ook wordt gedaan, en dat is echt bijzonder gaaf, helemaal aan de overkant, is ook weer niet te zien met deze camera, maar wel op de beelden in, op Autovisie TV vanaf 12 maart. Hè. IJszeilen, heel gaaf. En dat is, mooi, dat apparaat via deze man, zittend met zijn krent op de stoelverwarming van een leren stoel. Daar gaat hij naar zoeken met dat ding. Maar luister eens. Johannes liet hem van de week crashen. Gaan we de boel even op scherp zetten? Nou, is het niet zo ramp als hij crasht, alleen vind hem maar eens ergens achter op het meer. Hoe ver kan die? Wel een paar kilometer. Het is hier de vraag of we nog iemand tegenkomen onderweg. Ja, helemaal aan de overkant zag ik van die ijszeilers. Oh. Hey Erik,
Slapen we hier niet ergens? Ja, het is toch wel elke keer zoeken, hè? Waar is dat hotel? Heb jij het al gezien? Is dit hem soms? De bar zou wel eens gesloten kunnen zijn. Dat is de auto van mijn opa en oma, Erik. Echt waar? We hebben samen ingezeten. Ja, ik heb daar nog wel ingezeten als jochie achterin. Een goudkleurige. Hier zie je ze nog. Een 3,43. Hij staat er nog best netjes bij voor gezien de condities hier. Ik denk dat we er gewoon nog mee rijden. Ja. Denk je niet? Of anders houden ze de kip in. Bladveertjes, hè? Heb je misschien twee tennisrackets voor me? Wat dan? Dan kan ik daarop gaan lopen voordat je zo meteen weer. Tot aan mijn broek. Ja. En dan heb ik er doorheen in je zak? Nou, maar dat film ik niet of zo, hoor. Nee hoor. Dit valt wel mee, hè? Ja. Met die 105 kilo van je. Kan hier echt belachelijk koud zijn. Zomaar min 20. Dat is nu niet. Uiteraard wel onder nul. Heel stukje wel. Min 5, min 6. Tot en met zo'n min 10 s'nachts. Maar dat is eigenlijk kinderspel voor de gemiddelde Zweed. En ons autootje moet er natuurlijk tegen kunnen. Hè? Als er één auto winters is, dan is het een Volvo. En als één auto nog winterser is, dan is het een cross country. Gaat ook het item over in Autovisie TV. Over winterse auto's, de meest optimale in de meest winterse omstandigheid. En wisten jullie, dat is wel een aardige, hoeveel V70 cross countries heet anders? XC70, bedankt Erik. Hoeveel rijden ervan in Nederland, in totaal? Ik wil het graag lezen hieronder en jij mag ook er één keer raden. Eén keer? 250. Bij elkaar? In Nederland? In Nederland. XC70. Je weet wel, die oude. Ja? 250 of zo. Oké, okay, nou ik heb nieuws jongens. Meer of minder? Het zijn er meer. Ja. Graag hieronder. Wat kunnen jullie winnen? Niets. Eeuwige roem. Boah. Min 5, min 6. Maar dan wel zo'n windje. Weet je niet? Eigenlijk wel gewoon koud. Valt wel mee, hè? Het is niet echt koud. Of wel? Heeft dat ding geen last van een koude accu dan? Ik zou zelf verwachten. Nou, hoe zeg je het? Ja, dat zal wel, ja. Prachtig, hè? Een ochtend in het hoge noorden. De zon die komt dan heel langzaam boven die rand vandaan. Het gaat echt veel trager allemaal dan als je rond de Evenaar zit. Dan wordt het heel snel licht en ook heel snel donker. En hier gaat dat in een soort van slow motion. Dit is een heel bijzonder restaurant, Valieken. Daar hebben we gisteren gegeten en daar eten ze alleen dingen uit de streek. Maar dan echt heel bijzondere dingen. Van bloemetjes tot stukken varkenshoofd. Tot delen van de testikels van een eland. Ja, ik verzin het niet. En wij gaan weer verder. Het is kouder dan gisteren, want helder. Hoewel het ook wel een klein beetje sneeuwt. Dat is eigenlijk best gek. Min 15 is het op dit moment. Dan gaan we verder in de richting van Ora met de cross country. Ben je klaar voor? Oh, je staat op mij te wachten. Ah, ik kan ook wel doen. Kijk, dat is winter, hè? Boel onder de sneeuw, zwaar bevroren, een weg van ijs. Dit dus. Dus je hebt hier ook echt spikes nodig. Er is niemand, zeker geen local, die zonder spikes rijdt. Dat moet je gewoon hebben. Nee, op winterbanden kom je hier eigenlijk gewoon niet fatsoenlijk van zijn plek. Dan is dit ding redelijk optimaal, hoor, hier. Staat wat hoger op zijn poten, centimetertje of 6 tot 21 centimeter in totaliteit. Spijks eronder, goede vierwielaandrijving, fatsoenlijke stoelverwarming, stuurverwarming. Dus je zit er comfortabel in. Ze denken, ja, verwend kreng. Nou,
Kijk, als je nou een heel eind aflegt in een auto, en dat geldt niet voor ons, maar in algemene zin dan dus, door van de Scandinavische landen, ja, dan is het wel fijn als je dat enigszins geriefelijk doet. Want als je comfortabel zit, dan rij je automatisch ook veiliger. Zo mooi hier. Doodstil. Ja, behalve die knorrende diesel dan, van het apparaat. Ik denk dat ik weer in de auto ga zitten. Wat mooi hè, Erik hier. Geniet je wel. Echt zo koud. Ja, het is heel koud. Het is inmiddels... Het is nu misschien wel de eerste temperatuur, maar dat is wel een licht briesje. Nou, ik keek op dat ding. Het is min 16 inmiddels. Dus het is, serieus. Dat is wel top, ja. Ja, maar wel een zonnetje. Je kunt best veel hoor met deze auto. Je kunt zelfs helemaal op de skipiste komen. Maar Erik, ja? Er gaat hier wel ergens iets niet goed, hè? Wij zijn aan het werk en die mensen die... Juist. Wat bedoel je? Ja. Ja. Zo even een uurtje. Ja, ik kan het alleen niet zo goed. Jij bent er meer van, hè? Ja, ik ben daar ik wel van, ja. Ik ingehaald word door die daar zo. Ja, die van 4. Ja. Mooi, hè? Een paar rendieren hier. Helemaal daar achterin, Erik, is een meer. En zo'n winters meer kun je volgens mij overheen. De auto. Dat is het voordeel, hè? Dit land. Ja, zullen we dat eens gaan doen? Proberen? Kijken of het kan. Ja, kijken of het kan. Deze auto weegt, zal het zijn? Ik weet niet precies. Wow. 1700, 800 kilo, denk ik. 700 in ieder geval. We hebben gisteren ook een beetje zwaar gegeten, dus 18,5. Ja, cool. Jouw camera-spullen? Ja, misschien wel 2 ton. Toch gaan we het proberen, goed? Ja, het moet toch kunnen? Gaan we het echt doen? Oh, je gaat gewoon echt van de weg af en in één keer het meer rots. Ja, ik denk dat het kan. Hoor jij ook wat kraken? Nee, ik zie wel andere auto's rijden. Het is heel gebruikelijk hier, hè? Nou, leuk. Er hangt daar wel een reddingsboei. Ja, ik moet alleen even 30 wakken omkijken. Mooi weer. Ik zeg bedankt voor het kijken. Dit was hem voor deze week. Volgende week komen we in Wageningen. Ja, we hebben een Q&A of we komen uit Amerika. Eén van de twee. Eén van de twee. In ieder geval bedankt voor het kijken. Deel hem als je wil. Duim omhoog. En tot volgende week. Zelfde tijd, dezelfde zender. Bye bye. Tenzij we hier natuurlijk door het ijs gaan. Hè? Ja. Dan wordt het een heel ander verhaal.